1 juli 1883. Edo en Dirk richten samen met 200 andere leden in Utrecht de vereniging ANWB op. Ze deden dit omdat ze vonden dat de fietspaden niet goed waren in Nederland. En ze wilden ook meer fietspaden hebben. Eind 19e eeuw besloot de ANWB om ook zich bezig te houden met automobilisten. ANWB werkt veel met de minister van Veiligheid en Justitie. Ook werkt de ANWB veel samen met GroenLinks en het CDA. De ANWB krijgt veel steun in Nederland. Overdag natuurlijk op de radio en op tv op reclamespotjes en hun eigen website. En sinds kort zijn ze ook in de steden beschikbaar en hebben ze hun eigen winkels. Hoe de politiek over de ANWB denkt is niet van de gehele politiek bekend. Maar GroenLinks bijvoorbeeld vraagt aan de ANWB wat hun leden denken over de bezuinigingen in het openbaar vervoer in de grote steden. Omdat de ANWB zo groot is, vindt GroenLinks hun stem dus belangrijk. De politiek maakt zich vooral veel zorgen over de CO2-uitstoot en ze willen dus dat de ANWB zich daarmee gaat bemoeien en vooral invloed probeert uit te oefenen. Behaalde successen van de ANWB zijn dat ze met bijna 4 miljoen leden de grootste vereniging van Nederland zijn. Ook bekende voorbeelden van een succes is de Wegenwacht en de dagelijkse filemeldingen, die nationaal gaan. Ook heeft de ANWB 4800 medewerkers en 77 winkels. Hoe wij de ANWB effectief willen vergroten, hebben wij in 3 stappen. Stap 1. Verder meer internationale winkels te plaatsen in Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en België, enzovoort. Om bijvoorbeeld de naamsbekendheid te vergroten. Stap 2. Door een ANWB-event te organiseren 2 keer per jaar, in de winter en zomer. Met verkeersspellen en algemene voorlichtingen, zo zullen de mensen betrokken raken bij de vereniging. Stap 3. Posters en informatie opdangen in steden, omdat mensen die niet handig zijn met internet of de evenementen niet konden bezoeken, die hebben dan toch informatie, wat heel erg effectief zou zijn.